Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto is weinig bewolking te zien, maar de bewolking is er wel, maar hangt heel dicht bij de grond. Daardoor kan de satelliet het nog niet zo goed zien. Een bewolkte start dus. Van tijd tot tijd regen daarbij. Geen grote hoeveelheden. Het is vooral druilerig en dat dan in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het vaker droog. Dunste bewolking ook in het noorden, dus daar heel misschien af en toe wat zon. Maar ook vanmiddag toch vooral op veel plaatsen bewolking. En lokaal kan er dan nog steeds een enkele bui vallen: het wordt zo'n 8 à 9 graden. Vanavond verwacht ik wel op steeds meer plaatsen droog weer. Dan daalt de temperatuur tot rond 5 graden. En de wind is vandaag overigens vrij rustig. Morgen ook niet al te veel wind, opnieuw zwak tot matig. De zon maakt wat meer kans, maar de bewolking houdt nog steeds de overhand. Er valt slechts een enkel buitje, dus we hebben minder de paraplu nodig. Temperaturen rond 8 graden. Woensdag gaat het harder regenen. In de loop van de dag trekt er een fors regengebied van west naar oost over het land. En aan zee gaat het dan even wat harder waaien ook. En ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig weer. Maar de temperaturen gaan wel omhoog. Donderdag wordt het waarschijnlijk 12 graden. Ik ben Michiel zeverin. Fons vi plaça.